elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Volle bak in de Golsvesten. Hooggespannen verwachtingen. Twente dat 9 wedstrijden op rij wil. Nummer 12 op bezoek krijgt. En dit is Branko van der Boom. En die laat zien dat Eindhoven, dat is waar 12 staat, maar een prima voetbal in de ploeg heeft. Onder meer Den Bosch en Go Ahead Eagles gingen al ten onder. En ook in de Golsvesten deelt Eindhoven de lakens uit. En geen goal, omdat Drommel, de doelman, hier op zijn post is. En Pusić ziet de bui dan al hangen. Lastig scoren, ondanks dus de aanwezigheid van Tom Boer. En weer is Eindhoven eruit. Met Boeraar. En daar Drommel weer op de juiste plek. En zo lijkt het dus allemaal niet te mogen. Kabangu was er hier dichtbij. Maar ook Twente. Zo heel af en toe geeft het eens een teken van leven. Hier de vrije trap van Aitor. En de kopbal is dan van Boerden. De spits waar het van moet komen. Weer Aitor. Dit is de fase waarin Twente het betere van het spel heeft. En weer belandt die bal niet in de goal. En Twente wordt er een beetje wanhopig van. Een 0-0 is een resultaat voor het elftal uit Eindhoven van David Nascimento. In de extra tijd inmiddels. Van de Bomen. En dan zegt de scheidsrechter, de bal gaat op de stip. Ja, Friday is een gewillig slachtoffer. Maar dit lijkt niet zomaar een overtreding. Dit lijkt gewoon een duel om de bal. Ja, wat ongelukkig. En Friday voelt iets en denkt, ik ga maar liggen. En Aitor, het is het buitenkansje waar Twente de hele wedstrijd op wacht. 94 minuten wist het niet te scoren, maar Aitor doet het uiteindelijk wel. En Twente op het nippie wint dan toch voor de 10e keer op rij. 1-0 is de uitslag in Enschede. 1-0 op Eindhoven door die late goal van Aitor. Maar dat zal hun een zorg zijn.